Mahler 4, derde beweging. Het mooiste adagio dat Mahler ooit schreef. Op een geplukte passacaglia in de contrabassen zweeft een melodie tevoorschijn. Volstrekt onthecht, eerst in de cello's. De lucht hangt loom in de ruimte. Alles lijkt stil te staan in onwezenlijke rust. Het is mei 1940. Rotterdam ligt in puin. Mengelberg is in Duitsland. Men zegt dat hij met de Duitsers champagne heeft gedronken. Terwijl de havenstad nog nasmeult, komt bij het concertgebouw een aanvraag binnen om vrijkaarten voor Duitse militairen. Tijdens de bombardementen is het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn concertzaal, repetitieruimte, bibliotheek en een groot deel van de instrumenten kwijtgeraakt. 26 orkestleden zijn hun alles kwijt. Rotterdam is zichzelf kwijt. Nederland zijn leiders. Het concertgebouw organiseert een benefietconcert. Altviolen pikken het thema op, pakken de zwevende melodie zacht vast aan de uiteinden, spelen ermee in contrapunt, samen met enkele cello's. Zonder de baas is de bok leeg en verlaten, maar in deze ruimte zijn dirigenten niet nodig. Tweede violen zetten als vanzelf in, kleine decim hoger, variëren vrij op het thema van de cello's. In juli 1940 wordt Mengelberg gefotografeerd in Berlijn, samen met zijn vrouw. Tevreden kijkt hij naar een affiche van de Berliner Philharmoniker. Dirigent Willem Mengelberg. Eerste violen komen erbij. Ze herhalen het openingsthema ettelijke octaven hoger. Ijl, opstijgend. Lagen van gelukzaligheid stapelen zich op elkaar. Gestut op de ritmiek van de bassen staan de cello's. Zetten altviolen zich op, lossen tweede violen hun voeten. En stijgen de eerste violen op. Eén voor één. Samenwerkend in een nevel. Ze verdwijnen. De concertmeester voorop. Sam Swaap. Hij verdwijnt als eerste. Sam Swaap is oud lid van het Concertgebouworkest. In de zomer van 1940 voert hij bij het residentieorkest de eerste violen aan. Daar, in Den Haag, maakte de Jood na een concert een fout. Hij kreeg een hand van de dirigent. De lessenaar van de heer Swaap werd enigszins naar achteren geplaatst. En de Jood speelt door. Minder zichtbaar. Niet snerpend als de dood, maar als een mens in een sprookje. In beschaafd Schravenhagen. In een andere ruimte komen één voor één muzikanten binnengewandeld. Ze nemen niet plaats op de gereedstaande stoelen, maar trekken door. Al spelend naar de andere kamers. Voortzwevend op hun trage passacaglia. Voor het concertseizoen 40-41 zet Mengelberg Mahler op het programma. De Duitse Rijkscommissaris is verbaasd over zoveel naïviteit en ook een beetje boos. Hij geeft toestemming nog één werk van de Jood uit te voeren voor een laatste maal, bij wijze van afsluiting. Deze nieuwe muziekvriend heeft ook een voorstel. Het heet de zuivering van het orkestenlichaam. Wie volhardt in het uitvoeren van Jodenwerken zal geen subsidies meer ontvangen. Het concertgebouw mag kiezen. Tijdens de laatste uitvoering van Mahler worden 4 orkestleden voorzien van een andere plaats. Gezeten aan de rand van het podium zaten de Joden al te zeer in het zicht van het publiek. Het is een prachtig concert.